De omslag in het weer is sneller gekomen dan verwacht. Vanochtend werd het in Zeeland even opnieuw donker, klonken de eerste donderslagen en begon het te regenen. Vanwege het noodweer dat wordt verwacht, past de NS de dienstregeling aan. Het advies aan reizigers is om op ns.nl te kijken en op teletext. De eerste buien in Zeeland leken overigens mee te vallen. Een blik op buienradar leert dat voorlopig het ergste ook alweer voorbij is. Hoewel het blijft rommelen. Het weer is vandaag uiteraard een belangrijk onderwerp op Twitter. Tijdens het Termfos Challenger tennistoernooi in Middelburg komt vandaag de eerste Zeeuwse in actie. De 20-jarige Bernice van der Velde uit Schravenpolder neemt het op tegen de als eerste geplaatste Amerikaanse Julia Cohen. Het toernooi duurt tot en met zondag. Het Business Service Centrum van Douterneuzen groeit als kool. 2 jaar geleden begon het bedrijf met 60 werknemers. Intussen zijn dat er 300. Ook het aantal activiteiten breidt zich nog steeds uit. Had Douw zich niet versterkt met het servicecentrum, dan zouden bij het chemiebedrijf 100 banen verloren zijn gegaan. En dan nu, Zeeland in de media. In het AD aandacht voor de tientallen basisscholen die deze zomer definitief hun deuren sluiten. De krant ging op bezoek bij de Berenburgt in Baarland. Een school met 10 kinderen en 2 docenten. Over 1,5 week is het gebeurd. Jammer voor de leefbaarheid van het dorp, aldus het AD. Maar goed voor het niveau van het onderwijs. NOS.nl besteedt aandacht aan het toerdebuut van wielrenner Johnny Hogeland uit Ierseke. Hij rijdt niet voor het klassement, maar hoopt mee te kunnen met een paar ontsnappingen. Ik heb de Giro gereden in zwaar voorjaar. Dus voor mij, ik wil gewoon proberen om mee te zitten in een paar ontsnappingen en kijken of dat een keer lukt. Waarom ligt de Westerschelde in het zuiden en de Oosterschelde in het noorden? NRC Next zoekt het antwoord op die vraag. Wat blijkt? Het heeft waarschijnlijk te maken met de vroegere loop van de rivier en de kreek waaruit beide zijn ontstaan.